een raar figuurtje gekregen. Kijk. Wat is het nou? Oké, jongens, ik ga de waterballon dus verstoppen. Kijken jullie mee? Caitlin? Ja? Jij mag de waterballon nu gaan zoeken. Echt, ze willen maar niet kapot. Volgens mij moet ik een beetje harder gooien. Wat? 2, 1. Duimpjes omhoog en abonneer op mijn kanaal. Zo, jongens, we gaan nu spelletjes spelen. En dan gaan we... Mama gaat het waterballon gooien. Hier hebben we 1, 2, 3... 5 waterballonnen. En mama gaat wel proberen te raken onder water. Dat kan ze nooit. Alleen ze moet eerst in komen. Het is heel bang voor water, blijkbaar. Okay, omdat ze durft er niet in, want het is koud voor haar. Maar dus de waterballonnen zijn kleine bommetjes en met de bommetjes moet ik jou afgooien. Vuurwerk. En als het me lukt, heb ik gewonnen? Het is vuurwerk. Vuurwerk? Ja. Wat? Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Oh ja. Dan gaan we nu beginnen. Ronde nummer 1. Go. Jongens. Gaat me echt lukken. Ik wacht op de juiste timing. Ze zal wel zo boven moeten komen. Dus dan... Oh, mis. Is die kapot? Ze heeft hem gewoon. Je hebt... Nee, hij is nog heel. Hij is nog heel. Laat hem maar heel. Oh, kijk. Ze komt. Nu is een goed moment. Want ze verwacht het niet. 1, 2. Oh! Die kwam wel op haar hoofd terecht. Kijk, ze is zo dichtbij. Als ik deze mis, ben ik schil. Oh, gaat het? Volgens mij gaat het wel. Veetje, gaat het? Ja. Echt, ze willen maar niet kapot. Volgens mij moet ik een beetje harder gooien. Wat? Ik moet volgens mij harder gooien, want ze gaan niet kapot. Nee, ik ook. Oké. En? Ze stuit er over het water heen. Oh nee, dat betekent dat Veetje gewonnen heeft. Straks moet ik toch in het water springen. Weer niet gelukt. Weer niet gelukt. Nou, geen strak plan. Weer niet gelukt. Jongens, deze ligt niet aan mama, maar... Deze ligt niet aan mama, maar... De waterbond. Deze zijn zo sterk. Kijk. Oh. Kan er gewoon op staan en met je andere voet. Alle twee. Dat weet ik niet. 1, 2. Ja. Wat? Daarom lukt het mij niet. Ga je het op mij gooien? Oké. Ah! Zie je zelf ook niet kapot? Wacht, ik weet niet. Wow! Zo! Die was goed, maar. Zo, de mieters. Het gaat ook nog eens regenen. Ah, nee! Een raar figuurtje gekregen. Kijk. Wat is het nou? Kijk jongens. Een barbapapa. Een peer. Peer. Zo lijkt het een peer. Nou, ik denk dat het me nu wel gaat lukken. Denken jullie het ook? Ik ga hem met mijn voet schoppen. Nee, ik ga hem niet schoppen. Oké. Okay. Salut. Ik ga hem heel hoog gooien. Nou, potjan drie dubbeltjes. Hij is kapot. Echt? En hij is er nog. Nou, op naar het volgende spel. Ik ga hem verstoppen en jij gaat hem zoeken. Oké. Alrighty. Jongens, ik ga dus de waterballon verstoppen. En Veli moet hem gaan zoeken. En ik zie wel wat mooie plekjes al. Maar ik denk dat ik hem in het water ga verstoppen. Maar ga heel even kijken of de waterballon blijft drijven. Of dat hij zakt. Dat is wel heel makkelijk. Nee, volgende plek. Of zakt hij? Wauw, hij gaat naar de bodem. Dat is de bedoeling. Ja, perfect. Kijk. Yes. Caitlin? Ja? Jij mag de waterballon nu gaan zoeken. Ah nee jongens, kijk. Ik denk dat hij niet kan doen. Nee. Want het is heel erg. Ik kan daar gaan ook.
slechtste verstopplek ooit. Nee, hè? Het kan beter. Oké, jongens. Ik ga de waterballon dus verstoppen. Kijken jullie mee? Zien jullie misschien een goed plekje? Oh, misschien daar bij de palmboom. Veline heeft haar ogen dicht. Ik ga hem hier neerleggen. En dan natuurlijk hopen dat ze hem niet vindt. Je mag hem gaan zoeken, Veedlin. Ik heb nu aan de overkant liggen, want daar kan ik wat daar aan doen. Zeg haar niet aan. Wat zag je zo? Jij krijgt 30 seconden om hem te vinden. En ga maar alvast zoeken, want de tijd is al ingegaan. Officieel. Tik, 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 tik. Ah nee, jij hebt volgens mij gewoon zitten spieken. Jij vindt hem de hele tijd zo snel. Oké, ik spiek nu echt. Heb jij gespiekt? Nu echt. Boom. Ik had je geraakt, jij bent af. Duimpjes omhoog voor Veedlin. 2, 1. Ja, je moet wel rennen, hè? Oh, yes! Eén is er al uitgevallen. Ik heb er ook één in haar onderbroek gedaan. En zit ze er nog in? Nee, weer één eruit. Yes! Je hebt er nog 2. En nog 20 seconden. Ah, die is eruit. Nog 1. Ben je Bips? Ja. Nou, Veedlin heeft gewonnen, hoor. Goed gedaan. Duimpjes omhoog en abonneer op mijn kanaal.